Hier voor Alkmaar Zeeturf Arena. De paarden gaan zich opstellen achter de auto. We zijn 250 meter van het startpunt. Paarden zoeken aansluiting. ...100 meter nog. Auto komt de rechte lijn in. 50 meter. 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart en het peloton is onderweg met aan de binnenkant Gaia VIP die de leiding heeft genomen in vier sporen. Gaan we de eerste bocht in. Gaia VIP heeft de leiding op de tweede plaats. Feria de Rijf. Van de buitenzijde komt Jacka Joro JC naar voren. Dat zijn op dit ogenblik. En dat is Colacay. We zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde van de baan. En we kijken ook even naar de start van het veld. Daar ligt op dit ogenblik Kingston Renka. Voorlaatste op dit moment staan Jet Bianco en twee na laatste Jumila. We kijken weer naar de kop en zien dat Mats Wester ze de Boko-bocht inleidt. Hij doet dat met nummer 2, Gaia VIP. Gaia VIP heeft de leiding en heeft een driekwart lengte voorsprong. Feria de Rijf op de tweede plaats, maar Jacka Joro JC blijft beuken in dat tweede spoor. Daarachter volgt Joep Zwageman aan de binnenkant. De buitenzijde. Uitgeschakeld, nummer 4, nummer 4 galop. En nummer 4 wordt uitgeschakeld, dat is Libero DW. Als de paarden dan de volgende ronde ingaan, dan is het in de leidende positie nog altijd het nummer 2 van Gaia VIP. Gaia VIP neemt ze mee naar de overzijde. Feria op de vierde plaats dan Joep Zwageman. Vijfde aan de buitenzijde is Rob de Vlieger. Zijn gastrit met Kolk P. Daarachter volgt Chet Bianco die op dit moment gepasseerd wordt door nummer 7 van Kiss of Fire. En zo gaan we dan de Boko-bocht weer in. Nog altijd die Gerry Wendricks met Kingston Renka. De paarden zijn weer in de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog één ronde te gaan. En het is nog altijd Gaia VIP die aanvoert. Gaia VIP, als een VIP op de koppositie. Heeft een volle lengte voorsprong. Naar de tweede plaats gaat dan Kolk P. Derde aan de binnenkant is dan Feria de Rijf. En dicht daarbij volgt dan aan de buitenzijde Kiss of Fire. Zo gaan we dan door de Green Art Production bocht naar de overzijde van de... Gaia VIP heeft anderhalve lengte voorsprong op de tweede plaats. Nummer 11 onregelmatig. Is het dan aan de buitenzijde Kolk P, aan de binnenzijde daarvan Feria de Rijf. Kijk aan de buitenzijde naar John Dekker. Zijn we dan halverwege de laatste met aan de binnenkant nog altijd die Gaia VIP. Maar die krijgt er nu een galopperende Kiss of Fire. En dat betekent dus dat Gaia VIP weer soeverein aan de leiding gaat. 7, maar daar komt dan galop. Nu Kolk P. Dan Joep Zwageman. Joep Zwageman wint het hier met Sietske de Vries out of the clouds. Dit is een geweldige overwinning. En we zullen dadelijk een vreugdevolle en blije Arnie Zwageman zien bij de huldiging. Want dit is een klinkklare overwinning voor Joep Zwageman, Sietske de Vries.